Hallo allemaal, vandaag favorieten van de maand januari. En het is heel wat, want ik heb de afgelopen maanden geen favorieten opgenomen, zoals jullie wel weten. Dus vandaag heel wat favorieten. Dus ik ga er nu in vliegen, zodanig dat er alles aan bod kan komen. Als jullie rare zabbelende geluidjes horen. Roosje zit hier en zij is zich net aan het wassen. Dus ja, als je zo'n geluidjes hoort, komt niet van mij. Oké, goed. Het eerste productje is een haarproductje en dat is deze Total Repair Anti-Klitspray van Gliscure. Normaal gezien is die in twee laagjes, maar ik heb er ondertussen al goed mee geschud. En dus ja, normaal gezien is het zo'n witte laag en dan een oranje laagje. En als je het schudt, komt het dus op dit. En ja, dat zorgt voor heel mooi glad haar en ik ben terug een fan van dit productje. Het volgende productje is een bodyboter en ik ben niet zo'n grote smeer iemand, zal ik zeggen. Ik hou wel van bodyproductjes, maar ik ben er niet zo into. Maar dit vond ik toch wel de moeite om aan jullie te laten zien. En dit is een bodyboter van de Terme. En dit is de Zen White Lotus Body Butter. En die ruikt ook echt super. Ja, is gewoon wit. Heeft een zeer subtiele geur, maar wel heel erg aangenaam. En hij trekt ook vrij snel in en is toch heel voedend. Dus vandaar dat ik deze toch wel even wil laten zien aan jullie. Oh, ik had nog een haarproductje en dat is deze donut. Die ben ik ook heel erg veel aan het gebruiken wanneer ik een opsteekkapsel doe. Ik heb ook een soort van tutorial waarin dat ik hem gebruik. Dat is niet de manier waar je hem eigenlijk op moet gebruiken, maar zo heb ik het nu gebruikt. En ja, als je wilt, dan link ik dat filmpje hier van onder. Dat noemt Princess Party haar. Het is nogal een ja, vrij hoog opsteek. Kapseltje. En deze komt van de New Look. Dus ik weet niet of ze hem er nu nog hebben, maar ik heb hem daar ja, een tijdje geleden gekocht. Het was niet zo duur, ik weet exact de prijs niet meer, 5 euro of zo, ik weet het eigenlijk niet. Dus ja, deze. Goed, dan nu de make-up. Ik ben deze maand, of iets langer dan deze maand, pakt anderhalve maand, ben ik deze gaan gebruiken. Nee, het is deze maand. Wanneer heb ik hem gekocht? Ik heb hem gekocht in Nederland. En dat was na nieuwjaar, dus deze maand, sorry. En dat is de BB Cream van Garnier. Nu, of het echt een goede BB Cream is, dat weet ik niet. Maar als tinted moisturizer of getinte dagcreme, werkt die voor mij heel goed. Goed voor dagen wanneer ik niet veel zin heb om heel veel te doen. Zoals niet zoals vandaag dus. Als ik niet veel zin heb om en een dagcreme en een foundation en dan nog eens dit en dat. Dan gebruik ik deze en voor mij werkt die eigenlijk goed. Op dagen wanneer ik wel iets meer make-up wil dragen, dan ben ik deze twee gaan gebruiken en ik meng ze met elkaar. Dus deze is van Clarins en dat is de Everlasting Foundation en ik heb de kleur 103 Ivory. En dit is een Glow Enhancer ja, van de Body Shop en dit is 01. Dus die twee gemengd. Ik heb, dat is ook hetgeen wat ik nu op heb. Dus die zijn een heel goede combinatie. Het enige wat ik aan deze foundation wat minder vind, is dat dat dopje altijd zo wat vuil blijft. En dan, ja, als je het erop steekt, dan smeer je dat uit en dan komt dat overal terecht. Dus dat vind ik iets minder goed, maar voor de rest wel een goed product. Goed, voor de rest van ons gezicht ben ik ja, nog altijd van dit productje en dat heb ik al heel erg veel laten zien, maar ik blijf het graag gebruiken en dat is het Color Wheel van NYC in Rose Glow en voor mij is dit de perfecte kleur om aan te doen op dagen wanneer je gewoon even snel een blush wilt aandoen die bij alles gaat. Voor mij is dit ja, echt mijn meest gebruikte blush. Wat ik nog veel gebruikt heb deze maand, en dat is ook iets dat ik eigenlijk al redelijk lang heb, maar nooit zoveel gebruikt als deze maand. En dat is dit blush en brons paletje van Elf. En dat ziet er zo uit. Ik ga even, jullie hebben hopelijk niet de rommel gezien. Dus ik heb vooral de bronzer nu heel veel gebruikt. Ik heb hem nu ook op. En de blush heb ik nu ook op. Hij is vrij donker, dus je moet echt een
piepklein beetje gebruiken, anders wordt die heel erg oranje. Maar als je ermee voorzichtig bent, is het wel een heel goed product. Dan nog iets dat ik ook op heb vandaag, dat is deze highlighter. Dit is een liquid highlighter. Dit is van Essence. Oeh, hij is heel vuil. Ja goed, hij hangt dus vol met foundation. Dus je ziet dat hij gebruikt is. Dat is ook al iets. En die geeft een hele mooie glow. Je moet er niet te veel van gebruiken. Ik heb er nu een beetje te veel van opgedaan, heb ik gezien. Maar dus je hebt maar een heel klein beetje nodig en die geeft een hele mooie glans. Dit is van die Crystallized collectie. Je kan hem nu nog vinden. Ik zou aanraden om, als je hem wilt, er direct voor te gaan. Want in een aantal waren ze al uitverkocht. In een aantal kruidvat waren ze al uitverkocht. Dit is een super mooie highlighter. Je ziet, ik heb hem nu ook op. Ik heb hem een beetje op mijn neus gedaan en dan op mijn jukbeen. Misschien net iets te veel, maar ik denk dat je wel een beeld hebt, hoop ik. Dan, omdat mijn haar terug wat donkerder is, ben ik ook mijn wenkbrauwen terug wat beter gaan inkleuren. En dat doe ik met dit potloodje van Art Deco. Die kan je in België heel moeilijk verkrijgen. Die krijg je meestal zo, kan je die kopen in speciaalzaken, zoals bij de schoonheidsspecialist. Of bij de kapper soms ook. Maar in Nederland kan je die in Douglas kopen, Art Deco. En dit is de kleur nummer 3. En ja, ik heb hem nu ook gebruikt om mijn wenkbrauwen in te vullen. En ik vind het voorbij deze haarkleur eigenlijk perfect. Dan oogschaduw. Deze maand heb ik heel veel neutrale kleurtjes gebruikt. Wat ik ook veel terug ben gaan gebruiken is dit paletje van Catrice. En dit is de kleur Never Let Me Go. En ja, het is het vrij neutraal paletje, maar ik gebruik eigenlijk deze, ik ga het aan jullie laten zien, deze drie kleurtjes gebruik ik het liefst. Dit kleurtje vind ik zelf niet zo'n goed kleurtje. Er komt eigenlijk weinig pigment af en voornamelijk heel veel glitter. Als dat is wat je zoekt, is dat goed. Maar ik vind die kleurtjes ja, het beste. Dus die drie ben ik eigenlijk deze maand redelijk wat gaan gebruiken terug. Het volgende productje is ook weer eentje. Het is afgezaagd, ik weet het. Maar wat ik deze maand heel erg veel ben gaan gebruiken is weer mijn Naked palet. En ik weet dat mijne ziet er een beetje vuil uit. Maar de binnenkant is ja, het belangrijkste, zou ik zeggen. En ja, jullie kennen het allemaal waarschijnlijk. Ik heb vandaag ook, mijn look vandaag is ook met het Naked palet. Ik heb deze twee, Gunmetal en Creep. Heb ik in de buitenste ooghoek en een beetje van onder uitgeblend. En dan Sin op het volledige ooglid. Dus dat heb ik ook weer heel veel gebruikt. Nog eentje dat zeker de favorieten gehaald heeft deze maand is de eyeliner van Essence. Ja, ik had mijn MAC Fluid Line opgebruikt. En ik heb ook nog een andere eyeliner opgebruikt. Ik moet dringend nog eens mijn updated Project 10 pen filmen. Ik weet het, ik weet het. Maar dus ik heb mij toch een nieuwe gekocht. Omdat, ja, zonder eyeliner, ja, kon ik niet leven. Dat was onmogelijk. Dus ik heb een nieuwe gekocht en ik was aan het twijfelen tussen een goedkopere en die van MAC. Maar ik dacht, ik ga eerst de goedkopere proberen en dan, als die niet lukt, kan ik nog die van MAC terug gaan halen. En ik heb dus die van Essence gekocht, omdat die van Catrice, die zwarte, was nergens te verkrijgen. Die was overal uitverkocht. Ja, op één na en daar was een mooie diepe vinger ingestoken en daar moet ik toch ook niks aan hebben. Dus dan heb ik die van Essence gekocht. Hij is heel erg creamy. Een beetje te zelfs. Dus ik hoop dat hij nog een beetje uitdroogt, want hij is wel heel erg plat, zal ik zeggen. Maar hij geeft qua eyeliner wel een heel goede dekking. Hij is ook goed zwart. Dus eigenlijk perfect voor mij. Goed, lipproductjes. Wat ik deze maand ook heel veel ben gaan gebruiken, dat is dit potloodje van Yves Rocher. Dit is een lippotloodje in de kleur 02 Mauve. En dit is zo wat een paars roze. Willen jullie een swatch? Ik zal er een even maken. Een mooie swatch. Swatch. Oké, okay, goed. Dus dit is de kleur. Ja, in combinatie natuurlijk met een mooi felroze lippenstift. Daar ben ik een beetje in afgewisseld. Die van Catrice Tinkerbell heb ik veel gebruikt. En dan mijn Kiko lippenstift heb ik er ook veel bij gebruikt. En dan heb ik ook nog een Body Shop lippenstift erbij gebruikt. Dus daar heb ik niet echt een vaste favoriet bij. Dus dat potloodje. Dan het volgende is deze lipgloss van NYC.
Wij kunnen dat in België niet krijgen, of toch nog niet, wie weet komt dat, dat weet ik niet, maar op dit moment kunnen we het niet krijgen. Dus deze had ik in Nederland gekocht en dit is in de kleur 365, ik weet niet of dat het een naam zou moeten hebben, maar die staat er niet op. En dit is een hele mooie peachy kleur, ik zal hem ook even swatchen voor jullie. Hij is vrij transparant, maar hij is wel heel erg mooi. Ik kan hem eigenlijk vandaag ook even aandoen. Tada, mooi, mooi, mooi. En dan wat ik nu op mijn lippen heb, ik had het al vast, jullie hebben het misschien al gezien. Dat is deze lippenstift van MAC en dit is van de Viva Glam collectie, dus van de collectie voor het goede doel voor de AIDS-fonds. En dit is de kleur Viva Glam 5, dus dat is het gewone veetje. En dit is een luster finish, moest je daarin geïnteresseerd zijn. En op het eerste zicht lijkt het een vrij saaie kleur, maar als je hem aan hebt, ja, ik heb hem nu ook op. Het is een heel mooie neutrale kleur die echt bij alles gaat. Ik zal hem ook even swatchen. Zo. Dus hij is zeer mooi. Oei, dat was misschien niet zo'n goede swatch. Zo. Dus ja, je ziet hem ook op mijn lippen. Een heel mooi neutraal kleurtje dat echt bij alles gaat en voor elke gelegenheid geschikt is. En ik heb dat ook gecombineerd met dit lippenpotlood. En dit is ook van Art Deco, zoals mijn wenkbrauwpotloodje. En dit is in de kleur 05 en dit is een waterproof potloodje. Ik ben niet zo'n fan van deze potloodjes. Ik vind ze eigenlijk zelf niet zo goed. Maar deze kleur past daar wel perfect bij. Dus het is ook zo wat een bruin-roze, natuurlijk kleurtje, zo wat nude. En die heb ik ook nu op, dus dat kan je ook nu zien. En natuurlijk, wat is een favoriete filmpje zonder nagelproductjes? Ik heb ook redelijk wat nagelproductjes deze maand. Ik ga eerst de topcoat die ik nu momenteel gebruik laten zien. En hier ben ik echt zo fan van. Dit is echt een van de beste topcoats buiten de 6 feet natuurlijk. Maar die is moeilijker te verkrijgen. Maar dit is van al de topcoats die je gewoon gemakkelijk kan verkrijgen in België en Nederland. Mijn favoriet. En dat is deze van NYC. Ja, je ziet... ik heb er al heel veel van gebruikt. Dit is een quick drying topcoat die ook een heel mooie glans geeft. Ja, ik heb hem nu op, maar daar ga je niet veel van zien. En die is zeer goedkoop. Ik denk maar iets aan een 3 euro. En ik vind dit echt een heel goede topcoat. Zeker een aanrader. Dan de volgende favoriet van nagellak is jammer genoeg eentje dat je niet meer kan krijgen. En ik vind het niet leuk om dat te laten zien. Maar ik vond dit wel een heel mooie kleur en dit is zeker een favoriet van deze maand. En dat is een Catrice kleurtje en dit is Hip Queens Wear Blue Jeans. En dit is zo'n mooi blauw kleurtje. Ik ben echt boos op Catrice dat ze deze gediscontinued hebben. Want dit is echt een heel mooie blauwe kleur. Het is een beetje mat van finish. Als je het in het potje ziet, dan lijkt het wel alsof er... kleine, minuscule kleine blauwe glittertjes in zitten. En die zitten er wel in, maar wanneer je je nagel gelakt hebt, ga je dat eigenlijk niet meer zien. Dus dan is het vrij, ja, ik wil niet zeggen mat. Ik bedoel, als ik mat zeg, bij nagel, ik bedoel ik eerder creamy. Dus creamy van finish, hè. Snap je wat ik bedoel? Oké. Goed, dus deze Hip Queens Wear Blue Jeans. Dan de volgende... is ook een nagellakje dat je niet kan krijgen in België en Nederland. Sorry hiervoor, ik heb het mooi in het doosje gelaten, want ik vond het een heel mooi doosje. En dat is deze nagellak van Accessorize. En dit is Purple Passion. Ik zal hem er even bij uithalen voor jullie. En dit is zo'n heel donker paarse kleur, die bijna zwart lijkt. Met fuchsia, ja, shimmertjes in, die je ook niet zo heel hard ziet, maar je ziet het wel in het zonlicht. En dit is ook echt zo'n mooie kleur. Dit is... ah, dit is hemels. Ah ja, dus dit kleurtje. En dan het volgende kleurtje is al iets gemakkelijker om te vinden. Maar het is ook een beetje speciaal. Ik hoop dat ze hem nog verkopen, ik weet het niet. En dit is van Models Own. En Models Own kan je kopen in... kledingwinkel. En die noemt iets met een eiland. Allee? Island... Temptation Island. Nee, dat is een tv-programma met rare mensen in. Wacht. River Island. River Island. Daar kan je die kopen. En deze zat in een pakje met 3. Er zat een roze glitter in en een zwarte glitter. Maar deze is echt zo mooi. Over een zilveren nagellak. 1 laagje. Ah, perfect. Echt de mooiste nagel die je kan inbeelden. Als je
zilveren glitternagels wilt natuurlijk. Hè. Of als je blauw of paarse wilt, dan zal je die moeten gebruiken. Maar dus deze, supermooi. En deze kleur is Juicy Jewels. Dus van Model Own. Als je er aan kan geraken, setje kostte 13 euro. Dus 13 euro voor 3 nagellakjes. Het kan veel zijn, maar als je kijkt dat 1 OPI nagellakje al 13, 14 euro is, dan zijn 3 nagellakjes voor 13 euro niet zoveel. Oké, het volgende lakje, daar ben ik al zo lang naar op zoek geweest, maar heb ik in België niet gevonden. Normaal gezien zouden ze het moeten hebben. Misschien dat ik gewoon altijd pech heb gehad, dat het altijd uitverkocht was. Dat kan zijn. Maar in Nederland heb ik het ook gevonden in de kruidvat in... Het was niet in Maastricht, het was ergens anders. Maar ergens in Nederland. En dus dit lakje van Essence en dit is het lakje in de kleur... Circus Confetti 02. En dat is dat lakje met al die verschillende kleuren glitters. En ik ben zo blij dat ik het heb. Ik heb het al heel veel gedragen. Over verschillende nagellakjes. Dus dat is elke keer weer iets nieuws. Dus het is ook echt een favoriet van mij. En dan het laatste nagellakje. En hiermee ook het laatste item dat ik aan jullie wil laten zien. Is dit nagellakje. En dit is van Essence. En dit is ook van diezelfde collectie waarvan... Waar heb ik het nu gezet? Ah, hier. Waarvan deze komt. Dit is ook van de Crystallize collectie. En dit is de nummer 01. En dat is ook wat ik nu op mijn nagels heb. Maar ik heb er een ander lakje met zo'n blauwe... een blauwe schijn zo. Zo'n blauwe parelmoerschijn overgedaan. Dus dit is de basiskleur. Dus het is niet helemaal wat ik op mijn nagels heb. Want ik heb er nog een ander lakje over. Maar dus deze kleur is ook een super mooi lakje. Als je hem gewoon aan hebt, is het zo een heel erg lichtgrijs. En nu zijn mijn nagels vrij blauw. Door, weet je wat, ik laat gewoon het nagellakje dat ik hier over heb zien. Als ik hier uitgeruik. Dus dit is het nagellakje dat ik erover heb. En Roos komt ook even kijken. Wil jij dag zeggen? Zegt ze. Wil je dag zeggen? Oh, laat je pootjes eens zien. Roos, laat je pootjes eens zien. Roosje moest naar de dierenarts, omdat ze ziekjes was. En de dokter heeft haar aan het infuus moeten hangen. En kijk eens naar haar pootjes. Allemaal kaal? Wie heeft er kaal? Oei, en een kaal buikje. Oei. Nee, niet leuk. Dat is een beetje intiem, dat kaal buikje. Dat moet je begrijpen. Maar goed, dus deze nagellakje heb ik hier over. Dit is een OPI nagellakje. En dit is Give Me The Moon. En dit is hetgeen wat ervoor zorgt dat het een blauwe glans heeft. Dus eigenlijk denk ik dat dit meer de kleur is dat je nu ziet. Maar dit is een vrij transparant lakje, normaal gezien. Dus over deze kleur is het echt heel erg mooi. Zo, dit waren mijn favorieten van de maand januari. Ik hoop dat je ze leuk vond. Ik hoop dat ik niet te veel gebabbeld heb, want volgens mij is dit al een heel erg lang filmpje. Maar goed, bedankt voor het kijken en zeker tot de volgende keer. Dag!